aan de vloer. Het is Dijkstra. Dijkstra had daarnet wat problemen, maar ook mega ging hij tekeer op Genke vorige week. Ook hij was werver in te vinden. En Thomas Dijkstra nu op 1. Bart Sommer dan Bosman. Het is Kim Bosman. Ik zei het daarnet, de dame in het gezelschap. Samen met Frederik Joosten, de twee dames en ook alle mannen achter zich te laten. Dat doet natuurlijk wel pijn, hè, bij die mannen. Ja, natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar het is Dijkstra die hier toch wel even laat zien. De man voor Briebeskeukens uit het oosten van het land met Bart Sommer voor JD Kaksports uit en New Brom. Dan Kim Bosman voor RK Karting. Hey, Mark. Daar is... Oh, kijk. Dik verdringen, hè, door die Sommer. Die laat Dijkstra niet zomaar lopen. Maar ik weet ook wel, de man die daarachter steekt, dat is de man ook voor See-In. Koen de Meester is zijn techneut achter dit succes. En op een Flandria, dan roep je, Flandria, wat moet ik ermee? Nou ja, kijk, hij rijdt erop. Dat moet je ermee. En het... Oké. Nou, ik hoor wel een achtergrond. Dat is de Flandria. Het is wel een Belgisch merk. Ooit hadden we daar brommers van rijden. Had je, geloof ik, een 4 versnelling in plaats van 3. Dat was al extreem. En zo'n liggende brommer, zo'n buikschuiver heette dat in de tijd. En kijk, daar is moeder Richard. Hè? Eindelijk, hoor. Ja. Ja. Dan Dijkstra, Bart Sommer. Sommer, ook Arthur Reaas, af en toe even een encyclopedie naast me. Kan ik zo'n bladzijde indrukken en dan krijg ik de informatie. En denk ik, tingelingeling, dan krijg ik niet alleen over chocolade horen, maar ook over het karten. En Sommer nu op 2. Kim Bosman, de dame. Oh, Kim Bosman nu de snelste tijd te pakken. 52.734. Wat gaaf, hè. Oh, tussen al die ventjes en, ja, en die Frederik Joosten. Gaat gewoon mee, hè, met startnummer 6. Prachtig mooi, hè. Dan daarachter Milo van Vliet met Cuperus, Metros, Austi, Jansen, Van der Eyck, Geel, Lucassen, Rob Lucassen. Moet nog verder naar voren volgens de statuten van zijn vader. Want hij had de 5e bedacht hier. Calvin de Groot. Oh, wat zonde, joh, Calvin. Ook met auto, met de sponsor Adrie Jonker. Autoverhuur helaas helemaal achterin. Hij zit er niet meer bij. Ja, er is hij. Met startnummer 12. Ja, zo kan je ook je sponsors wel in aandacht brengen. Als je achterin rijdt met Dino van Silvaat heb ik altijd de afspraak. Je blijft wel achterin rijden, want dan hou je in ieder geval je sponsors warm. Mooi. Nou, we gaan het zien. Hier komt hij, Thomas Dijkstra. Dijkstra met Sommer. Sommer. Dan zit Kim. Kijk. Sommer er voorbij. Sommer er voorbij. En dan is het ook natuurlijk nog eens een keertje Milan van Vliet. Milan van Vliet op een 5e plaats met de snelste tijd. 51.861. 51.861 voor de man op de 5e plaats. Milan van Vliet voor de tennispark van Vliet. Bart Sommer. Sommer ook komend vanaf Lelystad. Dan Dijkstra. Ook daar. Die was er ook regelmatig te vinden. Met Kim Bosman met startnummer 55. Oh. Ja, Kim die... Kim doet de aanval. Naar buiten, naar binnen, snelheid en nu. Zal het dan nu gebeuren? Ja. Ze laat hem staan. Oh, Kim Bosman. Oh, Dijkstra valt een heleboel plaatsen terug. En daar is Kim Bosman nu op een tweede plek. Samen met Frederik Joosten. De twee dames in de aanval gaan ze zeker ook naar Bart Sommer op zoek. Bart Sommer ook naar Italië geweest. Want allemaal... in het Nederlandse pak zijn in Italië geweest, voor alle duidelijkheid. Sommer voor JD Kartsport, dan Bosman voor RK Karting, 2 maal. De Energy, Schreuder, kunnen we in 1 adem noemen, hier. En Speed Support, ja, dat klopt ook.
Nou, dus Bart Sommer aan de leiding. Maar gaat het dan toch? Kijk, die twee meiden, die zijn toch wel meiden. Ja, het is een Amsterdamse uitdrukking, maar vooruit, ik accepteer hem. We hebben de twee meiden gaan in de achtervolging bij Bart Sommer. Zal het dan gebeuren? Kim samen met Frederik Joosten. Deze dames kennen elkaar, laten elkaar ook met rust, geven elkaar ook de ruimte. En ook een prachtig mooie wedstrijd die hier op circuit de Nederlandse kampioenschappen van Groningen zing op Bergen zonovergoed werd water, oftewel gaat niet door. Gelukkig niet doorgegaan. We hebben een schitterend mooie dag weer beleefd hier op Bergen. 1 is het Sommer, 2 Bosman, 3 Frederik Joosten. 2 dames in de achterhoede bij Bart Sommer. Dan vinden we achter Bart Sommer, achter Frederik Joosten, is Thomas Dijkstra met Milan van Vliet. Dan Levi Austi op 7. Ook hij is in Italië geparkeerd geweest, Levi Austi. Dan zien we ook met start nummer 21 is het Jordi van Eyck. Ook hij is naar de wereldkampioenschappen hiertak geweest. Net boven Venetië. En we zien Thomas Dijkstra met zak nummer 53. Heeft inmiddels, hij heeft een hele plaats ingeleverd. Op de 4e plaats zal hij dan toch zijn tempo teruggevonden hebben, Dijkstra. Want hij rijdt nu op de 4e plaats met de snelste tijd. 51.746. Daar is de eerste aanval van Kim. De eerste aanval van Kim Bosman zit eraan te komen. Frederik. Joosten, gaat ze dan mee? Gaat deze dan mee? Kim Bosman op de Energy. Energy was vroeger ook het huismerk van het Dobla-team. Gemaakt door Parelin. Ja, wat maakt hij niet eigenlijk, die Parelin? Nou, een heleboel. Nicky Panigana, ja, dat is de eigenaar van Energy. Kijk. Oh, bijna had Kim. Ja, kijk, ja, slim meisje is het zeker. En ze had de vorige man, had ze wat minder geluk. En nu, ja, die Sommer heb ik zwaar hoor. Zwaar met twee dames achter hem aan. En dan ook nog eens een keertje. Ja. Dat is waar ook. Dat droom je van als kerel zijnde, dat er twee dames achter je aan zitten. En Dijkstra probeert nog een plaatsje op te schuiven bij Van Vliet. Gaat even niet lukken. Ook Sommer met Bosman. Bosman, Joosten met z'n drieën bij elkaar. Waar zit? Ja, daar is hij. Hij is Thomas Dijkstra. Hij heeft een klein beetje last van Milan van Vliet met staat nummer 4 achter hem. Nummer 10, Jaro Dijkstra, heeft een strafje te pakken. 3 seconden van de wedstrijdleiding. Jaro Dijkstra. En dan gaan we dan nu beleven dat Kim dan toch langs de bomenrij de slag zal slaan. Prachtig mooie wedstrijden heeft ze hier vandaag neergezet. En ook Sommer, maar ook Frederik Joosten. Schitterend mooi met Thomas Dijkstra. Met schitterende mooie wedstrijden hier. Echt genieten. Zeker in deze klasse. Hoe mooi kan het zijn? Een Nederlands kampioenschap viertak. Helemaal dood was het. Het leeft als ik weet niet hoe. Het is net een mierenhoop die steeds maar meer en meer wordt. Hoe blij kan je daarom zijn? Vroeger werd je gedegradeerd als je hier aan meedeed. Een absolute ware uitspraak is het op dit moment. Want er wordt hier prachtig mooi gestreden. Zeker bij de viertakken. We zien, 9 minuten hebben we gehad. 9 minuten en nog wat. Dan moet ze ook nog wel opletten. Zeker Frederik Joosten op een 3e plaats gelegen. Want Dijkstra ligt op de loer. Maar die heeft nog even af te rekenen met Milan van Vliet.
Willem van Vliet, die met z'n tweeën, Frederik Joosten, zit er dan niet zo dicht op, maar Kim zit er wel dicht op Bart Sommer. Geen op de eerste plek. Dijkstra, snelste tijd, 51-5-2-1. Nummer 39, dat is Lucassen. Lucassen, langzaam maar zeker naar voren. Jordi van der Eyck krijgt 3 strafseconden wedstrijdleiding. We gaan eens kijken. Al kan het nog zo zijn. We krijgen. Kijk, bijna Kim. Kim Bosman, bijna bij Bart Sommer. Even aan de deur getikt. Sommer denkt, ja, ik ben thuis, ik wil alleen niet open. Nee, dat begrijp ik. Natuurlijk doet hij niet open, want hij kan echt zijn lijnen niet opengeven om Kim eraan voorbij te laten gaan. Maar nu is het dan Joosten. Is het niet? Nee, het is niet Joosten. Laatste ronde, allerlaatste ronde. Hoe spannend kan het zijn? Prachtig mooi wat hier gebeurt bij de Parelin. Parelin RK1. Oh, wat schitterend. Zou Sommer het houden? Dat geweld van de dames achter hem. Over Joosten is de afstand te groot geworden. Kim zou eventueel nog op het laatste moment hem ernaast kunnen zetten bij Bart Sommer. Dan zou ze dat hier kunnen doen. Maar ook in de volgende bocht kan het zijn. Maar op het laatste moment prikt ze hem. Ja! Ze zet hem ernaast en laatste pakken. Kim Bosman, ik zei het. Het gebeurt in het allerlaatste moment. En het is ook wat Jort Stappen altijd zegt. Ik kan het niet genoeg herhalen. Doe het daar waar iemand het niet verwacht. En het gebeurt. Kim Bosman pakt hier de eerste plaats. Prachtig mooi gedaan. Zeker samen. Sommer ook. Schitterend heeft hij hier gestreden. Frederik Joosten, ook complimenten. Thomas Dijkstra en uiteraard alle anderen die hier meegestreden bij deze prachtig mooie wedstrijd.